Dank u wel, voorzitter. Op dit moment zijn er 2 disciplinaire maatregelen die aan dysfunctionerende rechterlijke ambtenaren kunnen worden opgelegd. De schriftelijke waarschuwing en ontslag. En door het wetsvoorstel komen er disciplinaire maatregelen bij. En dan hebben we het over de disciplinaire schorsing, anders dan de huidige schorsing van artikel 46F van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De schriftelijke waarschuwing ondergaat slechts 1 naamswijziging en wordt in schriftelijke berisping, omdat, lees, zo staat het in de memorie van toelichting, dat minder vrijblijvend klinkt. Maar, zo staat ook in de memorie van toelichting, het blijft de lichtste maatregel die kan worden opgelegd. En niet alleen de president van de Hoge Raad, maar de Hoge Raad als college kan dan die schriftelijke berisping geven. Ja, voorzitter, deze kleine wijzigingen zijn een heel klein stapje in de goede richting, maar er gaat wat mijn fractie betreft weinig afschrikwekkende werking van uit. Ter illustratie het volgende. Uit onderzoek enige tijd geleden is gebleken dat foute rechters nauwelijks worden aangepakt. Slechts 1 keer is een rechter ontslagen en dat gebeurde pas nadat deze rechter maar liefst 14 jaar voor problemen had gezorgd. De Raad voor de Rechtspraak reageerde op dat rapport, op dat onderzoek, met de volgende reactie. En dan citeer ik, het gat tussen de bestaande maatregelen van een schriftelijke waarschuwing en ontslag is te groot. Er is behoefte aan tussenliggende maatregelen. Einde citaat. Maar in dit wetsvoorstel de aangekondigde disciplinaire maatregelen zouden in veel van de onderzochte gevallen tekortschieten. En de PVV wil dan ook weten waarom de minister denkt dat een naamswijziging van een maatregel of de voorgestelde maatregel van schorsing van maximaal 3 maanden of de schorsing die als ordemaatregel spoedheidshalve kan worden opgelegd, waarom die wel die problemen zal oplossen. Want mijn fractie gelooft daar niet in, voorzitter. Waarom pakt de minister niet door? Want laat duidelijk zijn dat voorgestelde artikel 46FA regelt dat zo snel mogelijk kan worden gehandeld als een rechterlijke ambtenaar vanwege zijn optreden niet gehandhaafd kan worden op de werkvloer. Beoogd wordt om het mogelijk te maken om in die gevallen een vordering in te dienen bij de Hoge Raad tot schorsing. En met de vereiste spoed dan een voorlopige maatregel kan worden getroffen. En te onderscheiden van de schorsing die dan nog moet volgen, wordt dan gesproken van een verzoek tot buitenfunctiestelling. En dat staat ook in de memorie van toelichting. De buitenfunctiestelling heeft niet het oogmerk van sanctionering. En voorzitter, hoe gaat de minister ervoor zorgen dat rechters die uiteindelijk wel zijn ontslagen, omdat ze zich hebben misdragen, bijvoorbeeld geen financiële vergoeding meer krijgen? En voorzitter, hoe gaat de minister ervoor zorgen dat rechters elkaar niet meer de hand boven het hoofd kunnen houden? En voorzitter, als de maatregelen vervolgens nauwelijks worden benut, dan bereiken we natuurlijk ook niet wat we willen en ook niet wat de minister wil. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Is de minister bereid, met een achtneming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, te bevorderen dat sneller gebruik zal worden gemaakt van het instrumentarium aan maatregelen? Graag een reactie van de minister. Voorzitter, ik leid het net ook al in. Mijn fractie vindt dus ook dat er meer moet gebeuren. Wat mijn fractie betreft zou voorkomen moeten worden dat er te veel intern wordt afgehandeld. Ik zei net al, de hand boven het hoofd houden. Binnen de politieorganisatie bestaat een integriteitsbureau. Waarom ook niet binnen de rechterlijke macht? Of een onafhankelijke tuchtraad voor rechters, zoals de heer Knoops al eens heeft geopperd. Waar de procedure sneller kan worden gevoerd, waar burgers makkelijker terecht kunnen met hun klachten en waar rechters onafhankelijk door bijvoorbeeld oud-rechters worden beoordeeld. De Raad voor de Rechtspraak heeft destijds aangegeven dat nagedacht zou worden over de vraag of er een tuchtraad of een integriteitsbureau moet komen. Voorzitter, wat is hiervan de uitkomst? Gaat de Raad voor de Rechtspraak hiertoe over? En zo nee, waarom niet? Kan de minister dat bij de Raad voor de Rechtspraak navragen? En voorzitter, daarbij is de PVV, zoals bekend, van mening dat rechters niet meer voor het leven benoemd zouden moeten worden. Rechters moeten voor een bepaalde ambtsperiode benoemd worden, welke van rechtswegen afloopt na bijvoorbeeld 10 jaar en waarna herbenoeming mogelijk is. Eerder al, tijdens een algemeen overleg rechterlijke macht, heeft mijn fractie al aangegeven dat deze herbenoeming aan de orde dient te komen bij een college dat door de rechterlijke macht zelf wordt ingesteld. Want voorzitter, niet valt in te zien waarom iedere werknemer een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek heeft en de heren en dames van de rechterlijke macht hiervan gevrijwaard zouden moeten zijn. In het algemeen overleg wat ik net aanhaalde is door de minister ook aangekondigd dat men van evaluatiegesprekken inmiddels naar functioneringsgesprekken zal gaan. Maar wat is daarvan de stand van zaken? Want voorzitter, ook rechters zijn mensen en mensen maken fouten. Volledigheidshalve kan worden verwezen naar de uitspraken in de zaak van Lucia de Berk en de Puttense moordzaak, u allen wel bekend. En voorzitter, een benoeming voor een bepaalde tijd is niet in strijd met de persoonlijke onafhankelijkheid van de rechter, zoals die is vastgelegd in artikel 117 van de Grondwet.
En dit is in de jaren 70 van de vorige eeuw al bepaald door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Ringeisen versus Oostenrijk. En voorzitter, in Zwitserland, Noorwegen en Finland is ook sprake van benoemingen voor bepaalde tijd. Kom ik al tot een afronding, voorzitter. Tot slot, de PVV is verder van mening dat rechterlijke ambtenaren alle functies die zij vervullen dienen te registreren. En dat betekent dat een rechter plaatsvervanger ook zijn hoofdbetrekking dient te registreren. En daarom heb ik dan ook namens mijn fractie een amendement ingediend waarmee rechterlijk ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, worden verplicht ook die betrekking in het register te laten registreren. Dit staat nog niet expliciet in de wet. Dan heb ik het over artikel 44 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Want dit treft natuurlijk in de regel rechterplaatsvervangers, maar het zijn dus ook rechterplaatsvervangers die nou vaak meerdere betrekkingen vervullen naast dat plaatsvervangend rechterschap. En we hebben al eerder in het algemeen overleg ook besproken, het gaat ook over de geest van dat register. De bedoeling is dat men kan zien wat voor functies een rechter heeft en of daar sprake kan zijn van belangenverstrengeling. En daarom acht mijn fractie dat amendement ook noodzakelijk, want openheid is van belang om eventuele belangenverstrengeling te kunnen controleren en ook te voorkomen. Dan ga ik even door. Het doel van het vermelden van nevenbetrekking is dus dat voorkomen en het eventueel achterhalen van belangenverstrengeling van een rechterlijk ambtenaar. Volledige openheid over betrekkingen die worden uitgevoerd buiten dat ambt is namelijk essentieel voor het vertrouwen in de onafhankelijke rechter, ongeacht of het om een hoofd- of een nevenbetrekking gaat. Dus op dat punt graag een reactie van de minister. En dan kom ik aan het einde van mijn betoog. En dan zie ik dat ik nog een interruptie te goed krijg. Ja, die diende zich al even aan, maar de heer Van der Steur heeft nu zijn mind opgemaakt. Meneer Van der Steur, nu u het woord. Ja, voorzitter, ik dacht namelijk dat mevrouw Helder misschien ook iets zou zeggen over het eerste deel van haar amendement. Namelijk dat deel waarin, als ik het goed lees, zo, en ik heb het nu net pas gekregen, zij ook verplicht stelt dat rechterlijke ambtenaren het lidmaatschap van een politieke groepering openbaar moeten maken. En ik wou toch heel graag weten of zij daar ook iets over zou willen zeggen, want dat heb ik in haar betoog niet gehoord. En dat lijkt me toch op zijn minst een vrij heftige wijziging van het systeem dat we hebben, dat rechters onafhankelijk, maar ook vooral onpartijdig zijn, letterlijk en figuurlijk. Mevrouw Helder. Nou, voorzitter, dat leek mij wel vanzelfsprekend dat je dat gewoon vermeldt. Dat is wel prettig voor de burger die voor de rechter komt om dat te weten. Meneer Van der Steur. En het gebeurt ook al overigens, hoor. Ik bedoel, ik ken een voorbeeld waar dat gewoon ook netjes in het register staat. Dat een lidmaatschap van uw fractie, van uw politieke partij, excuus. Dus dat staat gewoon in het register. Dus ik zou niet inzien waarom dat nou in één keer een heel erg punt moet zijn dat nou een breuk met de huidige praktijk is. Even wachten. Ja, dan bij deze het woord aan de heer Van der Steur. Voorzitter, hier zou natuurlijk wel een grap bij passen. Je zou kunnen zeggen dat het misschien wel zo bijzonder is dat er een rechterlid is van de VVD dat apart vermeld moest worden. Maar voorzitter, ik denk dat wel reuze meevalt in de rechterlijke macht. Maar ik hoor niet wat mevrouw Helder hier nou wil mee beogen. Wat is nou het belang van het lidmaatschap van een politieke partij van een rechter? En daarbij dus, wat doet het met de onpartijdigheid van de rechter? Want dat zeg ik niet voor niks. Rechters worden geacht onpartijdig te zijn. Want er staat ook niet in het register welk geloof rechters hebben of welke seksuele geaardheid rechters hebben. En dat is misschien in de redenering, ik citeer mevrouw Helder, misschien voor de burgers ook wel interessant. Maar voorzitter, dat is nou precies niet wat wij met de Nederlandse rechterlijke macht willen. Dus ik vraag dat om die reden aan mevrouw Helder om een toelichting. Mevrouw Helder. Nou, voorzitter, die toelichting heb ik net al gegeven en daar blijf ik ook verder bij. Het gebeurt al, dus ik zie niet in waarom dat nou in één keer zo heel erg schokkend moet zijn dat dat nou in één keer door de heer Van der Steur zo wordt aangegrepen om daar een punt van te maken. Het gebeurt al en het is voor de burger belangrijk om te weten. En in dat kader, dat vinden wel meer mensen, want in de Vrij Nederland komt er regelmatig, ik geloof bijna jaarlijks een onderzoek van welke politieke partijen rechters nou deel uitmaken. Dat is een enquête, die vullen zij netjes in, dus zelf zien ze dat gevaar van de heer Van der Steur al helemaal niet. Het gevaar dat de heer Van der Steur schetst. Ik heb niet gezegd het gevaar van de heer Van der Steur. Even voor de handelingen. En uit betoog, begrijp ik. Ja. Met dat